Op een dag zocht Sloppy Joe ruzie met Slick Tommy Hip Trigger. Hey, Slick Tommy Hip Trigger. Jouw kop bevalt mij niet. Well, jouw houthakkers blues bevalt mij niet. Wat? De kleuren halen je gezicht naar beneden. En je draagt een bruine leren cowboy hoed. Dat is zo 1849. Sorry. Baggy jeans, wijde pijpen. Terwijl je een platte kont hebt. Jij zou skinny jeans moeten dragen. Wacht even. Geef jij mij nou. Kledingadvies? Ja, Joe. Ik geef jou kledingadvies. Niet vechten in de saloon. Doe dat buiten. En waarom draag jij geen getailleerde overhemd met verticale strepen? Dan lijkt je veel slanker. Wij zitten niet te wachten op jouw kledingadvies, Tom. Het valt me op. Dan mag ik er toch wel wat van zeggen. Kom mee naar buiten. En vechten wij dit uit als echte cowboys. Joe, jij loopt 7 meter die kant op. Tom, 7 meter de andere kant op. Mogen de beste schutter winnen. Wait a minute. Wat doe jij, Tom? Ik loop 7 meter deze kant. Nee, jij loopt heel anders. Dit moet je zien, Sloppy Joe. Loop nog eens een stukje, boy. Wauw. Jij hebt echt een mooi loopje, Tommy. En de jasje valt zo mooi op de heup. En die kleur van de lazen, die is goed bij die hoed. Let vooral op de kalfslederen riem die het geheel afmaakt. Maar nou begrijp ik wat jij bedoelt met de juiste jeans. In die skinny heb je echt een goede kont. Ik wil ook zo'n broek. Praten over mode, dat is moeilijk, man. Je moet het showen. Ik heb thuis een hele inloopkast vol met dit spul. En jij hebt style, Tommy. Please, share it with us. En dan zien we nu Slick Tom Hip Trigger in een ensemble van geverfd katoen, opgemaakt met een giletje van Renderleer en half hoge zwarte laarzen. En zo werd Slick Tommy Hip Trigger het eerste topmodel van het Wilde Westen.